Goedendag, mijn schaapjes. Zoals jullie weten in deze tijd van corona is het nogal stil in de kerk. Dat wil niet zeggen dat ik daar zelf dan niet meer kom op dit moment natuurlijk. Nee, natuurlijk ga ik iedere dag nog even langs om te bidden voor de Lieve Heer. Dan liep ik vandaag liep ik door de kerk en hoor ik toch in één keer. Kan het een beetje stiller. Dus ik denk. Wie is er toch in mijn kerk. Dus ik draai om. Ik zie helemaal niks. Niemand. Dus ik zeg. Hallo. Wie is daar. En weer krijg ik te horen. Kan het een beetje stiller. Dus ik draai om. Ik kijk naar het beeld. Waar Jezus aan hangt. Aan het kruis. En ik zie. Jezus Zeggen, eerwaarde. Ik denk, het is gewoon geen geloof meer. Dit is echt. Ik zeg, Jezus, wat kan ik doen? Ik doe alles wat U wil. Oh, zei Jezus tegen me. Als je dan alles doet wat U wilt, meneer Pastoor. loop dan even achter naar de sacristie. Daar staat zijn gereedschapskistje. Pak daar even de nijtang uit. Want ik kan zeggen, die spijkers die doen na al die jaren ontzettend veel pijn. Dus ja, natuurlijk, ik, ik, ik ren daarheen. Ik, ik ren daarheen. Ik, ik ga naar de sacristie. Ik pak het greeshapskistje. Ik pak de nijtang, En ik ren terug. Dus ik begin die spijkers los te halen. Eerst zijn linkerhand. Toen zijn rechterhand. En toen zei Jezus. ho, oh, Eerst mijn voeten lul oh, de hoe.